Hallo allemaal en welkom bij de Urban Inside Battles. In deze serie gaan we erachter komen wie van de twee teams de beste freerunners bevat. Is dat Team Waddinxveen met Mats Klarenbeek en Jaap Oosterom? Of is dat Team Gouda met Dario Bans en Mark Oosterom? In deze serie, dames en heren, draait het allemaal om deze mooie beker. Wie van de twee teams gaat er met deze fantastisch mooie beker naar huis? Sowieso wij. Brug. Wij zijn en Jaap en Mark. Hallo allemaal, welkom bij deze Urban Inside Battle Video's, waarin ons Team Gouda tegen Team Waddinxveen samen de strijd aan gaan. Mijn naam is Noor. En mijn naam is Gijs en vandaag zijn we aangekomen in de finale aflevering. In deze aflevering draait het allemaal om het thema stijl. Yes, en de tussenstand staat nu 2-2. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie gaan winnen. Wat denken jullie? Ik wil een side flip. Wauw! Goed, de twee teams gaan zo meteen een stijlrun maken van minimaal 20 seconden. En die worden beoordeeld op moeilijkheidsgraad, creativiteit, flow en uitvoering. Hiervoor hebben we een jury die bestaat uit 3 leden. Namelijk mijzelf, ik, Noor en Jesse. Hallo. Hey Mats, heb je er veel vertrouwen in dat je gaat winnen of niet? Ik heb één best wel coole trick gepland. Dus ik hoop dat als ik die trick goed land en daarna de run die ik nog niet heb bedacht goed uitvoer, dat we wel goed kans maken. Bij de Flip King, we komen hier nog niet. Maar we zijn even wat verder. Nou, op dit moment nog niet. Nee. De deelnemers die zijn nu druk bezig om run te maken. Ik zag Mats het al best wel een vette trick doen. Dus, weet je, blijf kijken en misschien doet hij hem aan de run. En dat komt omdat ik met de swing voor in start. En de dubcord ben ik al moe. Hey Dario. Nog 5 minuten. Goed. Ik ben er al ready voor. Ja, ben je echt helemaal ja, ik heb mijn run. Nou, hoop dat alles vloeiend blijft en clean. Oké. Dus daar gaan we. Maar ik denk dat ik wel iets dus, ik kan niet voluit gaan helaas, omdat ik een klein beetje last van mijn knie. Maar ik maak het luxe van. Vooral creatief. Wij zijn heel, heel, heel benieuwd. Nou, de trainingstijd is voorbij. Ik hoop dat alles is goed gegaan. En nu gaan we kijken wie als eerste gaat door middel van steen, papier, schaar. Dus. Oh, wacht. Ik? Ja.
ziet eruit alsof Jaap heeft gewonnen. Oké, dus jullie beginnen? Of niet? Ik begin wel, ben ik vanaf. Oké. Ja, ik ben niet helemaal blij met mijn rug, maar ik mag negen uur goed, dus ik begin wel. Oké, ja, we weten welke punten allemaal gejureerd gaat worden. Ja. Op welke denk jij dat je nou het hoogst gaat scoren? Als je een idee hebt. Ik hoop op moeilijkheid geraakt. Ja. Ja, dat hoop ik. Daar ga ik ergens wel vanuit. Oké. Dat ik daar hoog ga scoren. Ja. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd wat jij in petto hebt. Heb je er ook een beetje zin in? Daar gaat het ook op. Ja, maar op dit moment heb ik een klein beetje spanning. Ik weet niet, mijn run voelt nog niet helemaal zoals ik zou willen. Ik ga het eerst. Ja, maar dat vind ik wel fijn. Is heel die druk, daar ben ik er vanaf. Als ik drie anderen voor me zie gaan, dan ga ik van waar zo die stress level op. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. En ga je beginnen. Let's go! Ja, kan ik? Ja, ik ben er. Yes, je mag gaan. Succes, zet hem op, kom op. Let's go, ja. Kom, ja. Come on, je hebt dit. Yes, ja, lekker, ja. En door, kom op. Ja. Yeah. Kom op, kick. Kick. Ja, man. Ja, oh, heel zeker. Lekker hoor, ga door. En power. Kom op, de bord. Lekker gast. Twee foutjes wel. Netjes. Je landde alles. Ja. Niet helemaal tevreden met mijn run. Ik miste twee bewegingen, een paar stopjes. Maar ja, dat gebeurt op wedstrijden ook. Het is ook een wedstrijd natuurlijk. We gaan zien wat voor punten ik ga krijgen. Yes! Ja, lekker ja. En door, kom op. Ja, kom op, kijk. Kijk. Ja! Ja! Lekker hoor, ga door. En power. Kom op, de bord. Jury is nog druk bezig, dus blijkbaar is mijn run moeilijk zat. Oké, jury, ready? Yes. Kom op, let's go. 3, 2. Lekker man! Niet tevreden. Ik zat er niet bij, ik zat maar bijna in de lucht. Hé, hey, wat een lange run, goos! Holy shit, man! Nice. Niet helemaal netjes, maar wel mijn langste run ooit. En door heel de zaal! Echt door de hele gym, echt sick man. Oh shit, ben ik de eerste die door de hele gym een run heeft gemaakt? Ja. Ja. Klaar met je run. Hoe vond je het zelf gaan? Ik vond het eigenlijk best wel goed gaan.
Mijn netheid vond ik niet zo heel goed gaan. Ik heb niet heel veel flips, want mijn focus is er niet. Maar ik ben heel blij dat ik de hele zaal kunnen gebruiken. Dat was voor mij een hele leuke uitdaging. Het was denk ik mijn langste run ooit. Ik had alleen wat meer flips erin mogen doen. Dus ja. Of ik kans maak, weet ik niet. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Nou, dat is toch fijn om te horen. Want de volgende deelnemer is Mats. Mats, je staat er heel explosief en enthousiast bij. Explosief. Zeker, zeker. Dus hoe denk jij dat je het gaat doen? Ik ga het perfect doen als ik mijn eerste trucje niet val. Ja, dat is eigenlijk wel. Ik moet gewoon mijn eerste truc landen en dan komt de rest wel goed. Klinkt als een, goede instelling, Mats. Ja. We gaan het zien. Yes. Lekker! Shit! Oh, ziek! Let's go, kom op! Hier is Kate, we gaan rustig aan, hoor! Lekker man! Kom op, Mats! Ja, joh, is niks meer van jou, hoppa! Ja, op! Ja! Holy shit! Wat ziek! Ziek om Mats. Yes. Oh shit. Oh ziek. Let op, kom op. Hier is het. We gaan weer gaan door. Lek man. Kom op Mats. Ja joh, is niks meer. Ja. Wat ziek! Ja, en de jury heeft het er weer moeilijk mee. Moet je maar kijken hoe lang ze mee bezig zijn. Oké, nou Mats heeft net echt wat laten zien. Niet normaal. Hier staat hij. Hoe goed is het afgegaan? Ja. Ging wel lekker toch? Fuck, lekker. Ja. En je raakt wel een beetje de grond volgens mij. Waarom rol je door? Hoe is het afgegaan? Wat deed pijn? Het doorrollen was wel echt de bedoeling. Oké, nee, maar dan is het goed gelukt toch? Ja. Ja, precies. Daar kwam ik gelijk goed uit voor de kom. Dus, ja, nee, het ging echt super top. De record ging ook lekker, gewoon helemaal geland. Ja, helemaal geland, klopt. Ja, dat is een grote bedoeling. Als je zelf een cijfer kon geven, wat zou dat cijfer zijn? Een 9,5. Oh, nou, dat vind ik wel hoog. Ja, omdat ik niet had verwacht dat ik deze zou landen. Nee, nou, lekker gedaan man. Ik ga door naar de volgende, de laatste, en dat wordt Dario. Dario, je zit op opwarmen bent. Ja. Heb je er een beetje zin in? Ben je er klaar voor? Zeker. Ja? Wel na het zien van wat ze hun lat ligt hoog. Ja. En zeker omdat ik iets even op mijn knie moet letten. Ja, ik ga er gewoon iets leuks van maken. Ja, want ik zag inderdaad al bij de trainingmoment, zag ik echt wel dat het er heel goed uitzag. Lekker flowy. Dus pak gewoon lekker daar de punten op. Ja, daar ga ik voor. Een beetje flowy, creativiteit, leuke combinaties die toch wel misschien lastig en dan eng zijn om te doen. Ja, ik weet een beetje hoe je stijl is, dus dat komt helemaal goed. Als je er klaar voor bent, mag je lekker tegen staan en dan ga ik weer terug naar boven. Kom op, Dario. Heb jij er vertrouwen in? Ik heb er heel veel vertrouwen in, want Dario heeft een hele mooie stijl. Je moet zich alleen rustig houden, dat komt goed. Kom op! Yes, lekker! Ga door, ga door! Hoppa! Lekker hoor, vloeiend! Oh! Nice! Ga door, ga door, ga door! Oh! Yo. Oh, heel leuk! Ja, kom op! Tik, pop! Ah, oh, netjes! Ai! Lekker hoor! Hoppa! Ik ben blij met. Lekker. Je hebt alles erom. Ja. Lekker. Hoe vind jij dit nou? Nou, ik vond het een hele mooie run. En ik weet dat hij een stukje vloeiender is dan dat wij zijn. En waarschijnlijk ook een stukje cleaner. Dus het gaat nog best spannend worden.
Mensen, bij ons ligt allebei het moeilijkheidsgraad hoger. En ik denk dat hier de uitvoering, mogelijk ook de creativiteit en de flow hoger ligt. Dus, ja. Maar goed, kiele. Ja, ik ben benieuwd. Het wordt spannend. Yes, lekker. Ga door, ga door. Hoppa, lekker hoor. Goeie. Oh. Nice. Ga door, ga door, ga door. Yo. Oh, ja, op. Tempo. Ai. Dit was hem alweer. Ik heb heel erg genoten van jullie kijken. Dat is het ook. We gaan nu de puntentelling doen. En het gaat als volgt. We gaan per categorie die we hebben beoordeeld, gaan we de beste score eruit halen. Dus het kan zijn of de Bronx Veen of die Gouda. En dan aan het einde komt het totaalscore en dan weten we wie er heeft gewonnen. Moeilijkheidsgraad hoogtepunt heeft team Bronx Veen gewonnen. Yes. Hetzelfde geldt ook voor mij, Team Bronx Veen. En hetzelfde geldt ook voor mij. Moeilijkheidsgraad totale run. Dat is voor mij Team Bronx Veen. Voor mij Team Bronx Veen. Team Bronx Veen. Yes. Creativiteit heeft Team Gouda gewonnen. Yes, en voor mij ook Team Gouda. Voor mij is het een gelijk spel. Oeh, creativiteit. Dan, als volgt, hebben we de flow. En bij de flow heeft Team Gouda gewonnen. Yes, ook voor mij Team Gouda. En voor mij Team Gouda. Oeh, dat al redelijk gelijk. Dat was de uitvoering en die heeft Team Gouda voor mij gewonnen. Voor mij heeft Team Gouda die gewonnen. Uitvoering heeft ook Team Gouda door mij is gewonnen. Dat betekent Team Ballingsveen gewonnen heeft. Jongen, maar oké, goed gedaan. Hey, gewonnen. Lekker man. Vreugde. Hey, We zijn weer bij het einde aangekomen. Helaas. Super zielig. Ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk vonden. En laat ook even in de comments weten of jullie het eens zijn met de uitslag. En als jullie het echt heel leuk vonden deze serie, laat het ook even weten in de comments of je misschien een seizoen 2 wilt. Yes, ik denk dat Steven bijna van jou gaat winnen. Misschien voor de rematch. Kunnen we die rematch nemen? Ja, tuurlijk. Dan ben ik fit en dan gaan we prima. Ja, wij hebben gewonnen, dus voor mij is het wel klaar. Zo. Precies die. Ja, of ik moet echt heel veel comments zien van mensen die willen naar seizoen 2. Maar gewoon 116. Ze willen hun plek niet afstaan. Ze zijn bang, zie je dat? Ja. Ik denk dat ze de strijd misschien nog wel een keer aangaan. Tot de volgende keer. En laat ik eens subscribe. Ja, en dan weer vriendjes. Het enige probleem, waar is je beker? Oeh. Nee. Deze man, die was bang dat de beker kwijt zou zijn. Die heeft hem zelf kwijtgemaakt. Maar ik weet waar hij ligt. Namelijk, jij hebt de antwoord. Jij hebt hem gestopt. Hij heeft hem zelf onder de bar hier. Ja, ik ga naar huis. Jongen. Hé, de beker sturen we wel op. Nee, die was echt laag, was. Nou, we hebben hem eindelijk hoor, de beker. Aan. Hij is voor mij. Oh, jij is in je mond. Ja. Hij is voor mij. Nee, hè? Dat is van ons samen. Maar we hebben hem eindelijk. We delen hem. Ja, hier, we delen deze hem. Deze kant is van mij en die kant is van jou. Ja, eindelijk gevonden. Laat even weten of je een seizoen 2 wil. Laat het weten in de comments. Comments. Doei! Doei!